Hebben nooit vriendin van jou buiten gezegd tegen jou, hij gaat niet met criminelen, hij gaat niet vieze mensen, die hebben mensen vermoorden, heeft mensen kapot geschoten. Oh, je bedoelt qua vooroordelen. Ik ben slechte mensen, ik heb een gevoel, psychopaat, krachten. Nee, waarom kan je met deze mensen gaan werken? Want daarom ben ik hier. Hoe kan ik jullie sterker maken, zodat we de toekomst kunnen veranderen? Het verleden kunnen we niet veranderen. Jij hebt alleen invloed op jezelf en op je handelen. In een keiharde mannenwereld die zich achter de tralies afspeelt, ontmoet ik mijn inspirerende hoofdpersoon, pedagoog Minchenu Maduro. In de gevangenis in Lelystad zet Minchenu zich in om het menselijke in de delinquenten naar boven te halen en ze de moed te geven zich kwetsbaar op te stellen. Hoe vaak kom je hier? Ik kom iedere week hier. Ik kom hier met de Peter Faber Stichting, maar ook met mijn eigen bedrijf, zeg maar. En wat doet dat met jou, dat je dan zo hier binnen komt lopen? Ja, dit is gewoon een gevangenis. Ja, klopt. Als ik hier binnen kom lopen, dan merk ik toch dat ze dan heel blij worden om me te zien. Sowieso zijn er natuurlijk weinig vrouwen hier zo. Dus er is vooral heel veel positiviteit als ze me zien. Van, hey, ben je er weer? Hoe gaat het met je? Ze leven echt mee. Ook omdat ik niet altijd even gezond ben. Eigenlijk ben ik niet constant bezig van, oh, ik zit in de gevangenis. En het feit dat je een vrouw bent, ja, dat heeft denk ik ook wel gewoon natuurlijk veel invloed. Want dit is weer een andere energie. Klopt. En het is ook, ze gaan je natuurlijk wel uitproberen. Want ze komen natuurlijk ook wel met opmerkingen qua seksualiteit soms. Dan zitten we in een kring en dan is eentje, een nieuwe vooral, die nog denkt van, hey, dit is een leuke dame. En die gaat dan de hele tijd in mijn oor zeggen, douchie, douchie. En dan stop ik even de sessie, zeg ik, oh, wacht even mensen, er is iemand die graag douchie tegen iemand wil zeggen. Zijn er hier vrijwilligers? Maar het zijn natuurlijk allemaal mannen. En dan, die kruipt dan helemaal in één. En dan is het, okay, deze, dit is een eentje. En dan, het respect is het. Het is niet dat ze heel disrespectvol of zo. Want ik zeg ook, ik ben best wel streng, maar wel rechtvaardig. Okay. En ze luisteren dan ook naar jou? Ja. Nou, ben ik heel benieuwd naar om dat te gaan zien. Ja, ze luisteren ook, hoor. Vandaag heeft zij samen met Peter Faber creatieve groepsgesprekken om zo in een ontspannende setting gevoelige onderwerpen te kunnen bespreken. Oké, probeer even een vitaminepilletje. Ik deug! Waarom kwam ik in de criminaliteit? Waarom maak ik de foute keuzes? Als je daarachter komt, dan moet je winnen. En dat de vraag is, wat zou je nou kunnen doen? Wat heb je nodig aan hulp omdat het, als je vrijkomt, inderdaad een ander leven op te bouwen. En daar heb ik geen antwoord op! Jullie geven me energie, dus daar ben ik heel blij om. We gaan aan de slag. Yes? En zo hebben we dan ook onze rollen verdeeld van okay, we zeggen dan de een heeft de praatgroep, de ander heeft een soort van therapeutische sessies. En dat is het mooie wat we hier hebben, dat die mensen tegenover ons hun hart openen. En alles wat je hoort in gevangenissen, soms hebben ze teambegeleiders, en ze hebben altijd het gevoel dat ze niet echt gehoord worden, niet de echte aandacht krijgen, dat ze gezien worden als geval. Voor ons, we love them all. Omdat we niet in die oordelende mode zitten. We hebben het er wel over. En ze zijn er niet trots op de dingen die ze hebben gedaan. Maar wij willen juist dat ze van binnenuit die innerlijke rijkdom voelen. En dat ze zo invloed kunnen uitoefenen op hun toekomst. Je moet van binnenuit komen, zeggen die gasten. Ja. Alleen krijg je hier heel weinig vitamine, impulsen om dat wakker te maken. Maar wij dus eigenlijk een soort wake-up call steeds. Het gaat over je hobby. En nu kijken we welke leeftijd. Wat, hoe oud ben je? Ik ben 44. Ja. Tussen je 0 en je 7e jaar, wat was je hobby? Muziek, tekenen. Ja, muziek. En welk muziekinstrument? Drummen. Je kent toch die Antilliaanse melkblikken? Ja. Ja. Dus ik had mijn eigen drumstijl gemaakt van die Texas maken, die soorten dingen. Ja. Dus helemaal compleet. Dus, En wat heeft muziek je toen gebracht?
Want speelde je ook muziek als je je bijvoorbeeld niet lekker voelde? Of, Ja, dat was meer een uitlaatklep voor mij en dat is het nog steeds. Ja? Ja? Ja, absoluut. Muziek is eigenlijk een deel van mijn leven, hoort bij mijn leven. Want soms hoor je een nummer, maar je verstaat de tekst helemaal niet, maar je voelt hem wel. Herkennen jullie dat? Juist. Dat je hem voelt, omdat muziek is de taal die we allemaal verstaan. Juist. Ik ben opgegroeid in Den Helder. En daar heb ik heel veel criminaliteit ook om me heen gezien. Maar wat ik zag, was dat, dat ze onderling, en dan bedoel ik de mensen die criminele activiteiten, elkaar niet helemaal goed begrepen. En dat ze altijd wel naar mij toe kwamen, dat ik een brief wilde schrijven of instantie wilde bellen, gaat zo maar door. Toen ik dat zag, dacht ik ook van, hey, als ze elkaar nou eens beter zouden kunnen begrijpen. Van, hey, deze schreeuwt wel, maar hij begrijpt misschien gewoon niet wat die ander wil zeggen. En als ik nou ervoor zorg dat dat begrip komt, dan zal hij ook anders kunnen reageren. Maar als je niet gezien wordt, dan kan je je ook onttrekken aan dat stukje verantwoordelijkheid en hele nare dingen gaan doen. Dat is de essentie van mijn werk, met wie ik ook werk. Van, hey, ik zie jou. En wie ben jij dan? Hoe vaak hebben jullie al met Mission Lou aan dit project gewerkt? Dit is voor mij de eerste keer, vrouw. Oké, okay. En voor jou? Ik ben al een tijdje bezig, dus vanaf het begin. Om eerlijk te zijn, we vallen onder een top 600. Proces, dus dan bieden ze ons dat aan. Hij niet, hè. Oké. Okay. Maar voor ons is het wel een dienstrijd. De top 600 is de aanpak van 600 personen die de afgelopen jaren relatief veel high-impact delicten hebben gepleegd. Want die top 600, dan jij dat niet, maar jij en jij wel. En dan ben je echt gewoon een zware jongen, zeg maar. Nee, dat is een woord die iemand heeft verzonnen. Ja. Maar wanneer is iemand dan wel een zware jongen in jouw ogen? Dan moet je een warentransportoverval hebben gepleegd. Dan moet je een moordenaar zijn of dergelijke. Dan heb je het over hogere niveau. Dan moet je naar Willem Holleder gaan kijken. Want het gevolg voor de samenleving is soms heftig voor degene die slachtoffer zijn. We hebben vaker gesprekken gehad en dan is het van ja, ze zijn toch verzekerd. Maar die emotionele impact, daar is niet tegen op te verzekeren. Rijpend, snap je? Dat 5 personen het verpesten voor 600 betekent niet dat alle 600 in één hoek geschoten moet worden. Nee, maar waarom denken jullie dat het überhaupt bedacht is, dit? Top 100 of zo noemen ze dat. Dat is nonsens. Kijk, ze gaan die jongens alleen maar aanmoedigen dan. Je geeft die jongens een status en sommige jongens krijgen daar alleen maar meer kracht van. Even kijken, dus zulke dingen zijn gevaarlijk om te verzinnen. Heb jij al kleuren? We gaan er zo op door, maar dan kan je ondertussen eventjes... Als ik met die jongens ook in gesprek ben, op dat moment probeer ik me niet te focussen te veel op wat ze gedaan hebben. Want jammer genoeg kan ik dat niet veranderen. Waar ik me wel op wil focussen is dat ze in de toekomst nooit zo'n keus maken. Want ook ik ben ooit slachtoffer geworden van geweldsmisdrijf. Een hele heftige, wat ik voor mijn ogen heb zien gebeuren. Mingenou trok zelf inspiratie uit haar verleden om haar eigen stichting te beginnen. Ook dit begon bij haar in de gevangenis. Ik heb in een jeugdgevangenis gewerkt, de Doggershoek. En daar was een jongen, of meerdere jongens, die ik intensief begeleidde. Waaronder Brandon. En Brandon was een jongen die heel veel temperament. Kort lontje, dus werd snel boos. En ik gaf daar drama. En door middel van dramaactiviteiten merkte ik dat hij had daar heel veel plezier in. En zo kon ik ook aan zijn vaardigheden werken. Qua agressieregulatie, maar ook qua sociale vaardigheden. En toen zei hij, Michonneau, als ik vrijkom, wil ik dat ook gaan betekenen voor jongens zoals ik. Hij kwam vrij en hij ging met Peter Faber samenwerken. En zo kon hij verschillende dingen voor de jeugd betekenen die het moeilijk hadden. Tot op een gegeven moment hij terugviel en vermoord is. Nu alweer 6 jaar geleden. Maar toen ik dat hoorde, ja, dat vond ik zo ingrijpend. Ook, ja, niet alleen omdat ik hem kende, maar ik had zoiets van, hij wilde echt, op dat moment was het heel puur zijn wens om iets te kunnen betekenen voor jongens die het ook moeilijk hebben. En toen dacht ik van, er zijn nog veel meer Brandons in leven. Dus hoe kan ik dat omzetten dat zijn naam voortleeft, maar dan vanuit de positiviteit, niet vanuit de nare dingen die hij heeft gedaan. Wat ik wilde zeggen, en ik ben benieuwd wat je daarvan vindt, dat we ook overvallen zien tussen zitten, maar die leiderschap... Maar als je niet overvallen ziet, nee. Die man komt erover, schiet hem kapot. Ja, oké. Maar dat is... Maar mag ik even... Ik maak hem even af en dan mag jij reageren. Het gaat mij erom dat die leiderschapskwaliteiten die je moet hebben,
planning, strategie. Gaat zomaar door. Dat kan je ook. Talent. Ja. Als je dat kan. Eigenlijk ben je dan een talent. Als je dat in het bedrijfsleven toepast. Jij als iemand komt in jouw winkel, wil een auto bij jou kopen, om te zetten pistool in je mand. Maar toen, ik geef hem die 10.000 euro. Maar jij bent bedraagd met een pistool. Ja, ik beroof met 10.000 euro. Oké. Okay. Ja, ik laat hem. En hoe kwam je aan die 10.000 euro? Hoe bedoel je? Ik ben een werkman. Okay. Ik laat aan de bal en pijpleiden op de grond. Wat kan dat vragen? Dus je hoeft dan praten 10.000 euro en je denkt gelijk dat kan niet? Nee, zeker niet. Ik denk niet. Want als ik niet vraag, dan weet ik niet. Mijn moeder, ja, maar dat is weer een privévraag. Wij vragen ook niet aan jou hoe jij aan 10.000 zou komen als je het ook behoeft. Maar je mag het aan mij vragen. Ja, maar... Ik denk niet dat bijvoorbeeld... Vragen mag altijd. Twee maanden later... Ja. Ik zeg hem, waarom kom je niet meer in de buurt? Ik zeg hem, je hebt me gestoken. Ik wil niet meer in de gevangenis komen, ik ben altijd dat shit. Alleen waar het om gaat, ja mooi, we kunnen hem laten drogen. Toen, je dankbaarheidskist. Hij wil een rekening met mij doen. Hij wil betalen elke week 250 euro. Maar ik kom op 3 weken, maar eigenlijk heb ik een smoesjes. Toen kom ik die man tegen. Ja? Oh, die man, hij hallo, ja, ik werd even afgeleid door een galastiek. Ja, galastiek. Ja. Uiteindelijk heb je iemand neergeschoten. Toen die man komen, kom maar dichtbij, probeer aan zijn zaak. Dan ik, boom! Wow. Dwarslees. Dat meen je. Ja, ik raak het tegen 16 jaar. Ja, sowieso. 16 jaar, drie tanden. Die persoon is overleden. Die persoon is overleden. Nee, is dwarslezen. Dwarslezen? Ja, halen. Wat heb je? Heb je spijt? Hoe kan je spijt hebben? Ik gooi je met kerk, met hoed, met trakken, met kullen eraf. Huh? Spugen mij, zoek met vies aan jou, al die dingen. Snap je het? Dat zeg ik zo ook. Ik vind het verschrikkelijk wat ze de maatschappij ook aandoen. Alleen waar we vaak niet bij stilstaan als maatschappij, dat deze jongens ook vrijkomen. Dus daarom geloof ik erin dat ik erin moet investeren als ze binnen zijn. Want als ze vrijkomen is het veel moeilijker om ze te bereiken. We hopen dat die dingen die we steeds doen, dat je denkt, nou, we kunnen geen betere mensen maken. We vinden, jullie zijn allemaal helemaal goed hoe je bent. Alleen, hoe kun je die kleine shits maken, dat je in ieder geval heel blijft en geen slachtoffers meer maakt. En het belangrijkste slachtoffer wat je maakt, ben jezelf. Anders zit je niet. Hey, veel plezier, we houden van jullie. Jawel. Nou, hoe blijf ik positief? Dat is ook door mijn geloof, maar ook door de kleine succesjes. Dus die kleine succesjes, ondanks dat ik soms ook denk, oh, ik hou ermee op. Omdat ja, je hebt ook teleurstellingen. Maar het gaat niet om mij. Het gaat om mij in relatie tot de ander. En dat constant mezelf daaraan te herinneren. Ik heb een team om me heen verzameld inmiddels. We maken lunches, we koken voor ouderen. Dat doen we omdat ik graag wil dat de jongens ervaren hoe het is om te geven op een andere manier dan qua materie. En twee van de jongens, Gio en Moreno, die zijn mijn collega's van Stichting Brandon. Die zijn jongerencoach. Hij heeft echt die switch gemaakt. En ook een leider, hè? Ja, een leider daarin. Wist je nog het verhaal in de gevangenis? Echt de afscheid soort van het leven als een boek. Ja, weet ik nog. En toen was ik ook vet nerveus. Mijn moeder was er, de hele zaal, burgemeester van Amsterdam. Ja. Andere boeven, criminelen, noem het maar op. Moest ik me kwetsbaar gaan opstellen. Dat vond ik niet eens zozeer het probleem, maar dat iedereen je gewoon aankijkt. Jij staat echt in de spotlight, snap je? Dus dat vergeet ik nooit meer, man. Dus zo werken we ook met lichamelijk beperkten. Die jongen waar ik voornamelijk mee werk is Yannick. Hij zit eigenlijk ook in een bepaalde, nou ja, tralies. Je bent ook meegeweest naar de gevangenis, hè? Ja. En wat was de essentie van je verhaal? Wat vertelde je die jongens daar? Want die zitten vast, die zitten letterlijk vast. Ja. Een van die jongens is hier, Moreno. En ja, de essentie is van, ik heb een beperking. Ik heb er niet voor gekozen, maar toch maak ik wat van mijn leven. Ja. En dat zouden jullie zeker moeten doen. Ik weet nog wel dat je heel goed op weg was. Ja. En toen zat je bij de reclassering. Ja. Nou, en een van die regels was van dat je niet een biertje te veel op mocht hebben.
Ik mocht helemaal niet drinken. Nee. En dan doe je dat toch. En dan denk ik van, wat stom man. Wat stom. Nou ja, nee, dus, kijk Jannie, ik moet je daar sowieso gelijk in geven. En ik heb die besluit gemaakt van, hé, tot hier en niet verder. Was die besluit gemaakt. Dus wat er ook zou gebeuren, ik zou niet de fout maken om weer door in de criminaliteit te gaan. Nee, dat je daar... Alleen dat is natuurlijk een heel mooi besluit die je neemt, maar dan die weg. Ja, de weg. Een weg is hobbelig natuurlijk. Ja, en dan is het elke hobbelig. Keer van, oké, okay, hoe hou je je doel voor ogen? Ik hoop dat ik mensen kan raken. En niet alleen de mensen waar ik mee werk, maar ook de mensen die erover horen. Als mens kan jij op alle soorten momenten het verschil uitmaken. Als jij naar buiten loopt, kan jij die buurman groeten. Of iemand die het een beetje moeilijk heeft of die een beetje zagrijnig kijkt. Jij kan de ander ontwapenen, maar dat begint bij jezelf.